le 17 septembre, partez à la découverte ou à la redécouverte des sentiers de Haren. Participez en famille, entre amis, en équipe à une promenade amusante agrémentée d'épreuves. Inscrivez-vous dès aujourd'hui ou venez nous rejoindre le jour même sur notre stand. Partez pour une promenade ludique de 1h30 ou de 45 minutes au choix. En chemin, répondez aux questions d'un livret et laissez-vous surprendre par les trésors des chemins. Renseignements et inscriptions à la maison de quartier au 02 241 35 70 pendant les heures de bureau ou alors en soirée auprès de Bernadette de Charnot au 0477 99 81 61. Dit weekend was Vlaamse kermis. Ja. Dus we willen weten, wat is Vlaamse kermis? Sinds hoe lang hebben we Vlaamse kermis in Haren? De Vlaamse kermis bestaat al heel lang in Haren. We zijn er niet helemaal zeker van, maar waarschijnlijk al 75 jaar. In ieder geval was er een Vlaamse kermis voor de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is een traditie hier. Dat is een traditie, ja, inderdaad. En waarom op die moment hiervoor? En wat is goed voor de school om die Vlaamse kermis te doen voor Chameleon School? Waarom we het op dit moment doen, dat is ook een traditie al. Het is een beetje raar om tijdens de vakantie, al een feest te doen op school. Maar ik zeg het, dat is al een traditie van tientallen jaren. Waarom doen we dat? Twee redenen eigenlijk. Enerzijds het financieel aspect. Hè. We kunnen er iets aan verdienen, waarmee we dan dingen kunnen kopen voor de kinderen, iets extra. Ah, ja. Anderzijds natuurlijk ook het sociaal aspect. Je ziet veel ouders, je ziet veel mensen. En dat is ook wel belangrijk voor onze school dat er veel sociaal contacten zijn. Ja. En ja, omdat ik vind ook voor de kinderen, juist voor het 1 september opnieuw naar school te gaan? Ja, inderdaad. Kinderen kunnen al eens eventjes kennis maken met de juf. Hè. Zeker de nieuwe kindjes. Hè, die komen dan al eens even kijken. Ze worden een beetje vertrouwd met de school. Ze zien die spelletjes en zo, dan komen ze misschien ook graag terug. Precies. Ik zal misschien een anekdote vertellen. Vorig jaar was er een kindje van de eerste kleuterklas. Die kwam nieuw op school. En de eerste schooldag, dan zei hij van, waar zijn al die spelletjes naartoe? Die dacht dus dat dat elke dag zo was, maar dat is helaas niet zo. Helaas niet. Maar dat vergt wel veel organisatie, veel mensen om dat te organiseren. Ja, ja. Vraagt veel voorbereiding, maar gelukkig hebben we een vaste groep van mensen. Hè, de ouders van de ouderraad die de spelletjes doen. Dan een andere groep mensen die het eten klaarmaakt. De leerkrachten die opdienen. Maar met een ganse groep, en dat is wel plezant. Dat gaat goed. En dus, dat lijkt wel een succes te zijn. Hoe weet u hoeveel mensen en hoeveel kilo mosselen? Hoeveel mensen weet ik niet zeker, maar we hebben vandaag 500, nee, vandaag en gisteren samen, dus op twee dagen, 505 kilo mosselen klaargemaakt. Wauw, mooi. Dus dat zijn toch wel een 420 mensen die mosselen gegeten hebben. Ja, ja. En dan dus, volgende afspraak, de mensen hebben nog niet mosselen kunnen eten hier. Volgend jaar, eind augustus, laatste weekend, doen we terug Vlaamse kermis. Maar in november, 21 november denk ik, maar ben ik niet zeker. Ja. Ja, dus in november doen we ook nog een mosselfeest. Mosselfeest. Ja. Dank je, meneer directeur. Ja, graag gedaan. Bye.